Yo mensen van Noemagamen, leuk hier om weer kijken naar een nieuwe episode van Let's Play Minecraft in de versie 1.7.4, oftewel Minecraft Playthrough. Ja mensen, wat gaan wij deze video doen? Nou, ik denk dat we deze video maar bezig gaan met het inrichten van deze nieuwe kamer die wij de vorige episode hebben gemaakt. De vorige episode was 54 minuten mensen, wat eigenlijk veel te lang was. Ik heb op een of andere manier denk ik niet doorgehad hoe lang ik al aan het opnemen was. Ik denk dat ik het gewoon heel erg leuk vond en dat ik helemaal niet, dat ik helemaal niet in mijn hoofd zo zat van oh my god, misschien neem ik al wel gewoon meer dan 54 minuten op. Dus ja mensen, de vorige episode was dus een episode van een uur lang. Links staat bovenaan in de beschrijving voor de mensen die niet hebben gezien. En wat hebben we dan in dat uur gedaan? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. In dat uur hebben wij deze nieuwe kamer gemaakt. En wij hebben dit kunnen maken. Dat is namelijk een enchanting table die wij vandaag willen gaan gebruiken. Dat betekent dat wij nog 1, 2, 3 boekenkasten nodig hebben in totaal. Ik denk dat als wij al deze koeien hier gaan killen, dat we dan genoeg hebben. Denk ik. Even kijken, 3 boekenkasten. Moet ik even goed nadenken hoor. Dat is in totaal 9 leer, toch? Moet ik even goed... Ja, dat is 9 leer. Dat is toch makkelijk? Zullen we gewoon... We gaan het gewoon doen. Heb ik toevallig een soort met looting? Waarschijnlijk niet. Oké, koeien. Jullie gaan dood, want ik heb jullie fucking leer nodig. Dat is heel belangrijk. Want ja, ik heb 9 leer nodig dus. En dat moet in principe... Oh, kut. Ik kill ook babykoeien. Dat moet ik niet doen. Dat is niet slim. Job, geen baby's killen, Job. Want op die manier krijg je geen nieuwe koeien meer. Ik laat gewoon... Alle baby's laat ik wel leven. Maar al die volwassenen... Die... Oh, ik heb nu al genoeg. Zo. Hoppakee. Perfect. Oh, dan kan ik ze net zo goed eerst even breeden. Had ik beter eerst kunnen doen voordat ik ze ging vermoorden. Maar ja... Dat is niet zo heel erg slim van me geweest. Wat we dus even gaan doen, we gaan dus even naar de automatically sugarcane farm. Of de semi-automatische sugarcane farm. Want hij is namelijk nog niet helemaal automatisch. En die ga ik even gebruiken. Kaching. Nice. En dan hebben we sugarcane. En ik weet niet of we nu al nieuwe boekenkasten erbij kunnen maken. Want we hebben geloof ik niet zo heel veel sugarcane. Ik zal even kijken. We hebben in totaal 9 sugarcane. Wat niet heel veel is, maar misschien heb ik nog wat in de chest te zitten. Dus we gaan proberen deze episode een diamond pickaxe te gaan enchanten. In de hoop op een goede enchantment uiteraard. Oké dan. Zo. Hoppakee. Ja, kijk, daar kunnen we maar 1 boekenkast van maken. Dat is dus het hele grote probleem. Oké, even kijken of ik hier misschien nog wat hout heb. Nee, dat heb ik niet. Heb ik hier misschien nog wat sugarcane zitten? Ik hoop het eigenlijk wel. Anders moet ik gewoon even naar sugarcane gaan zoeken. Want ik wil deze episode heel graag gaan enchanten. Nee, dan kan ik in ieder geval even 1 boekenkast gaan maken. Daar gaan we. Hop. En hop. Hop. En hoppakee. 1 boekenkast erbij. Ah, het gaat de goede kant op, mensen. We kunnen al bijna gaan enchanten. Want hoeveel boekenkasten hebben we nou nodig? Ik zal even snel kijken. Nog 1, 2 boekenkasten maar. Nou, dat moet toch echt zo gefixt zijn, mensen. 2 boekenkasten. Dat moet niet al te lang duren. Dus wat we moeten doen, we moeten nu naar buiten. En dan moeten we eigenlijk gewoon simpelweg... Even kijken, heb ik nog wat goud misschien? Of iets van iron? Jawel, toch? Nee, heb ik helemaal niks meer. Want dan kan ik even snel diamond... Oké, dat maakt verder ook niet uit. We gaan dus even buiten sugarcane zoeken. Zodat we in ieder geval deze episode even een diamond pickaxe kunnen gaan enchanten. Deze episode wordt dus gewoon weer lekker rond de 12, 13, 14 minuten. Want ja, ik wil natuurlijk niet al te lange episodes maken. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Maar ja, jullie vonden het leuk dat de vorige episode zo'n lange episode was. Dus vandaar, als jullie nou even een blauw duimpje achterlaten op deze video. En we halen de 1000 duimpjes, ga ik volgende episode weer even een lange episode doen. Ik zeg niet altijd dat het een episode van 50 minuten wordt. Maar misschien wordt het wel gewoon een episode van 30 minuten. Dus laten we een blauw duimpje achter. Misschien halen we de 1000 wel. Zo fucking leuk zijn er bij de 1200 sowieso een lange episode. Maar dat zien we wel. In ieder geval, we gaan even snel naar boven voor de mensen die denken waarom. Nou, we moeten de sugarcane verzamelen en even wat hout pakken. Want we hebben hout nodig voor de boekenkasten. En hier hebben we een oakwood tree. Dus die ga ik even meenemen. We zitten vlakbij een, hoe heet zo'n ding ook weer? Bij een woestijn. En daar zit meestal wel sugarcane. Dus dan gaan we even een beetje kijken. Maar eerst moet ik even zoveel mogelijk hout meenemen. Want we moeten natuurlijk wel boekenkasten kunnen maken. Uiteraard. Dus hoppakee. Even shizzle meenemen. Oh yeah. Kan ik hierbij, denk je? Nee, net niet. Dan ga ik mezelf even eentje omhoog wippen. Oh, Job, je zei wippen. Hahaha, wat grappig. Niet. Dat is niet grappig, mensen. Dat is totaal niet grappig. Nou, dit is weer zo'n vervelende boom. Ik weet niet of jullie die bomen kennen, maar het zijn van die bomen die dan overal weer van die kleine loks hebben verstopt zitten. Weet je? Want dan moet je de hele tijd... Ja, hier, dat bedoel ik. Oh, dat is zo fucking vervelend. Dan ben je zo lang bezig voordat je die boom, zeg maar, ook daadwerkelijk helemaal omgekapt hebt. Krijg je wel lekker veel hout van, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Alleen, dat duurt altijd zo ontiegelijk lang voordat je die boom helemaal weggewerkt hebt. En dit is denk ik wel een van mijn mooiste werelden als je kijkt naar mijn Minecraft-series. Want hier heb ik eigenlijk echt alles geordend. En Survival Island gaat daar ook naartoe, hoor. Ik bedoel, zo bedoel ik het niet, maar... Ja, het is gewoon een hele mooie wereld, vind ik. Tenminste, dat is ook puur mijn mening, hoor. Misschien denken jullie, oh my god, Job is fucking lelijk. Maar ik vind het een van de mooiste werelden die ik ooit heb gemaakt. Gewoon om het feit dat het lekker georganiseerd is. Het is gewoon lekker Minecraft. En ja, wat wil je nog meer? Ik moet dus even snel wat sugarcane gaan zoeken. En dat ga ik gewoon even hier zo doen. Ik weet niet, ik heb alweer lekker veel hout erbij. Genoeg in ieder geval om weer even wat boekenkasten van te maken. We hebben maar 2 boekenkasten nodig, mensen. Kom op. Een klein beetje sugarcane is al wel genoeg. Als we nou even 10 sugarcane... Nee, 20. 20 sugarcane. Dan hebben we sowieso genoeg. Hey, kip! Stomme kip. Ja.
Daar zo. Ik denk dat daar wel zo wat sugarcane te pakken valt. Want dat is zeg maar een soort van. Gewoon een lake, weet je wel. Daar zit meestal wat sugarcane verstopt. Maar we gaan kijken, we zullen het zien. Ik hoop het natuurlijk wel. Het zal wel heel erg dope zijn, want we hebben het echt nodig. Ja, daar. Of is dat geen sugarcane? Ja, toch? Dat is toch sugarcane? Ja, dat is sugarcane. Het ziet er heel erg raar uit. Oh, genoeg. Dat we dat niet hebben gezien, mensen. Hier hebben we genoeg sugarcane. Kunnen we lekker gaan enchanten vandaag? Ik hoop dat we echt een goede enchantment krijgen, zo'n sportje. Dat zou super dope zijn, want dan kunnen we eindelijk die diamonds weghalen. Voor de mensen die denken, welke diamonds? De vorige episode heb ik dus diamonds gevonden. En daar heb ik 2 tosjes op gehangen. Dus ja, vandaar. Hoeveel hebben we er? 17. Maar dat is genoeg. En we kunnen altijd nog even... Oh, daar is ook nog wat. Perfect. Dat is meer als genoeg. En we zien precies ons huis daar nog. Dus we raken het niet zo 1, 2, 3 kwijt. Ook al ken ik mezelf. En als ik... Oh, we hebben echt genoeg sugarcane, joh. Dit heb ik echt nooit eerder gezien, dit. Al dat sugarcane. Die had ik echt eerder moeten meenemen. Zo, nu hebben we echt wel genoeg. Nemen we dat nog even mee. En dan hebben we sowieso genoeg om... Laten we gewoon echt eigenlijk alles meenemen. Lijkt me wat beter. We hebben namelijk ook sugar nodig voor de bottles. Voor de, ik bedoel, voor de potions. Voor de mensen die denken, waarom? Nou, dan kun je namelijk potion of swiftness maken. Die is super dope. Dus, vandaar. Zo. Oh, dit hadden we echt eerder moeten doen. Dan heb je in één keer superveel van die papiertjes zo meteen. Ah, dat is nice. Dat is nice. We hebben het ook echt nodig namelijk. Kan ik heb ik een potion of speed bij me? Nee, jammer. Dan zou ik dat even snel kunnen gebruiken. Deze kant op. Oké. Maar we hebben dus lekker veel leer erbij. Dus dat is mooi. Kunnen we nog item frames maken als we dat willen. Dus. Super dope. Ik wil misschien nog wel even een keer een grotere chest room erbij maken. Want voordat je het weet is deze vol. Tenminste, dat ga ik wel vanuit dat snel gebeurd is. Dus mensen, we moeten de kortste enchantment kiezen. Want bij een zwaard is het zo dat je de langste enchantment moet kiezen. En bij een pickaxe is het zo dat je de kortste moet kiezen. En bij je bel geloof ik ook de kortste. Tenminste, de laatste keer dat ik bij Survivor Island bel heb geenchant met de kortste. Kijk, Efficiency 3 en een Breaking 3. Of nee, Efficiency 4 en een Breaking 3. Hele goede combinatie. Daar ben ik pittig blij mee. Maar nee, wat we dus even moeten doen, we moeten dus even ook zo meteen nog even... Ja, laten we gelijk even die koeien gaan boeien die daar bovenop zitten anders. Dat lijkt mij een vreselijk goed idee, want we hebben daar namelijk een boven een koeienfarm zitten. En die kunnen we dan gelijk even erbij gaan boeien. Dat scheelt namelijk weer tijd. Dan hoeven we dat zo meteen niet meer te doen, want ik denk dat ze al wel weer broeidbaar zijn. Of zeg maar, fuckbaar, neukbaar. Ik heb geen idee hoe je dat normaal zegt. Oké, kom op. Fucky. Zo, veel plezier. Voor de mensen die denken, joh, waarom heb je hier zo nog een koeienfarm? Je hebt het toch al. En dat klopt, maar die koeienfarm die we beneden in onze baas hebben is eentje die er een beetje is voor de sier. En een beetje voor de bruikzaamheid. En deze die hierboven is, is puur voor de bruikzaamheid. Wat ik daarmee bedoel is dat die er alleen is voor het vlees en voor het leer. En dan die shizzle, de vlekflizzel. Macnizzle. Maar nee, deze moet ook nog een keer afgemaakt worden. Dit is namelijk het allerlelijkste gedeelte van de map. Wordt nog een keer afgemaakt. Dat zijn van die dingetjes, weet je, die wil ik eigenlijk... Het liefst cheaten, maar dat doe ik niet. Rustig mensen, doe ik niet. Waarom niet? Omdat dit een 100% legit playthrough is. Ik heb nog in één keer gecheat, waar ik best wel blij mee ben. Want we hebben al best wel veel in deze wereld doorgebracht. En nog in één keer gecheat, dus pittig nice. Oké, mensen, ik ben er helemaal klaar voor. Om, ja, dit is eigenlijk het moment van de waarheid. En ik moet niet al te veel maken. Zo, dit is geloof ik al genoeg. Ja, dit is perfect. Daar gaan we mensen. Het moment. Het moment waarbij we eindelijk kunnen gaan enchanten. We hebben er lang op gewacht. En ik vind dat we het verdienen. Het enchanten van een diamond pickaxe. Kading, kading. Oh yeah, bitches. Enchanting table is off. Kijk wat je opneemt. Hij neemt op en daar word ik blij van. Want voor hetzelfde gehad die gedaan, dan was ik hartstikke boos geweest. Want dan moest ik het opnieuw doen. En dan hadden jullie waarschijnlijk gezegd. Oh my god, Job, je cheated allemaal. Maar het is nou niet waar. Hoe kan deze trouwens geenchant zijn? Of is die niet geenchant? Nee, dat is hij niet eens. Beetje zonde dat ik een diamond pickaxe heb gebruikt en niet eens. Oké, maakt verder niet uit. Oké, daar gaan we. Ik zou eigenlijk best wel scumbag zijn als ik nu die pickaxe zou gaan enchanten. En ik heb nog steeds een cringe screen. Verdomme, ik ben gewoon te lui om hem te wisselen. Ik ga het hierna, na deze aflevering doen. Oké, mensen. Het moment van de waarheid. 30! Oh, yes! Fuck yeah! Oh, yes, bitches! Oh, in één keer! In één keer! In één keer! Oh, yeah! Oh, ik ben zo blij dat we eindelijk weer zo'n goede pickaxe hebben. There we go, guys. We hebben hem, hoor. Daar hebben we hem. En dan gaan we dit weghalen. Want hier zitten diamonds. En dan ting, 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 ting. Oh yeah, bitches. Oh, fuck yeah. Fuck yeah. In één keer. Echt in één keer gewoon. Oh, 16 diamonds. Wat? Eindelijk, mensen. Ik vind wel dat we dit verdiend hebben, hoor. Na al die tijd minen met iron pickaxes in, op het bedrock niveau, hebben we eindelijk 16 diamonds en een gruwelijk mooie pickaxe. Hell yeah. Oh, dit is zo'n heerlijk gevoel. Woe! Word je nog eens een keer blij van. Zo. Oh, dat voelt toch goed, hè. Jeetje, Mina, nog aan toe. Een diamond pickaxe met voortje. Maar deze gaan we dus niet gebruiken voor het normaal minen, hè. Sorry, mensen, maar dat ga ik niet doen. Voor de mensen die nu denken, oh, maar Job, waarom ga je dat niet doen? Dat is toch wel handig. Nee, dat ga ik niet doen. Voor de mensen die denken, waarom niet? Omdat ik deze puur ga gebruiken voor de oors. Deze kan ik nu nog wel even gaan gebruiken. Hell yeah, mensen. Ik ben hier blij mee.
Ik denk dat we eigenlijk moeten gaan minen dan volgende episode. Ik denk dat wij de volgende episode moeten gaan minen. Zodat we weer aan de 30 XP komen. Dan kunnen we weer een Diamond Pickaxe gaan enchanten. Ik ga hem alvast even maken. En in de hoop dat we die dan... dat we daar dan... Nee, weet je, ik maak hem later wel. Weet je wat leuk is om te doen? Dit. Een Diamond Block. Vind ik altijd leuk. Oké. Okay. Oh yeah, mensen. Het is ons gelukt, hoor. We hebben eindelijk lekker voor dia. Oh, we hebben toch een geluk, mensen. Wat hebben we toch een geluk. Nou, wat gaan we doen in deze video? Nog meer, want het is niet het enige. Een beetje inrichten. Dat ben ik ook nog van plan. De episode is eigenlijk al bijna voorbij, maar we kunnen een klein beginnetje maken met inrichten. In één keer. Dat vind ik het mooiste. Gewoon, ik deed hem erin. Ik zag kort. Ik klikte erop. En bam. Fortune 3, Waker 3 en Efficiency 4. Fuck yeah. Oké, wat willen we hier doen? Ik denk dat ik hier... ik denk dat ik hier... een furnace room wou maken, toch? Of ik maak hier gewoon een kleine mini farm. Kan ook. Ha, wat zou ik hier nou gaan maken? Wat is nou echt iets waarvan je zegt van... Job, dat moet je hier maken, jongen. Dat is leuk. Het is echt een... Hier hebben we, ik denk, een carrot farm. Ik weet niet. Ik heb gewoon nu even... Ik moet eigenlijk wel een carrot farm hebben. Dus ik denk dat een carrot farm een goed idee zou zijn. Iemand schreef in de vorige episode ook al... Job, het lijkt wel een doolhof dit. Daar hebben jullie 100% gelijk. En het lijkt inderdaad op een doolhof. Potatoes wil ik er eentje hebben. En carrots. Zo. En dan heb ik even wat dirt nodig. Zo. En een bel. En dan wil ik het met sandstone stairs doen. Dat is een beetje mijn hele idee. Ja. En dan heb ik water nodig. Ha, nou ja, weet je. Dat is een beetje het idee. We kunnen het ook... Ja, weet je. Ik zit nu een beetje te twijfelen. Want we willen dus... ik wil het even een beetje op een andere manier doen. Deze keer wil ik wel even een mooie farm hebben. Sugarcane farm. En dan wil ik hier, zeg maar, op een soort van speciale manier... Dan wou ik echt met sandstone... Wou ik het, zeg maar... 4 en dan zo. En dan wou ik dan bijvoorbeeld van kan dat? Ja, nou ja, dat is even om het idee, maar dat doen we de volgende video even. Dat is even om het idee, maar dat gaan we de volgende video doen. En, maar ik moet ook nog een keer gaan minen, want we moeten dus even een pickaxe hebben met... wanneer we deze kamer af hebben, mensen, dat wordt dan over 3 episodes. Dan gaan wij lekker minen en dan gaan wij proberen om aan nog meer ores te komen. Zodat we zo snel mogelijk weer een diamond pickaxe kunnen enchanten. Die dan hopelijk silk touch heeft. Zou best wel dope zijn. In ieder geval, mensen, vond je deze video leuk? Vergeet dan nog niet even op dat blauwe duimpje omhoog te klikken. Dat zou ik heel erg dope vinden. Dat motiveert mij gewoon heel erg. En dat zou er ook voor zorgen dat er zo snel mogelijk weer een nieuwe livestream komt van deze wereld. En laat natuurlijk even een blauwe duimpje achter. Omdat wij een vette pickaxe hebben. Want ik had echt nooit gedacht dat we deze zouden hebben. Kan ik nog iets... We hebben nog 4 levels. Dus als we nou nog even lekker de volgende episode of die episode daarop gaan minen. Dan komen we snel genoeg aan... Snel genoeg aan genoeg om nog een keer een diamond pickaxe te gaan enchanten. Dus mensen, super dood dat we dit hebben kunnen doen in deze episode. En echt super nice dat we deze episode zo'n goede pickaxe hebben gehad. In één keer gewoon. Had ik niet verwacht, had ik echt niet verwacht. En ja, alles is nog lekker geordend. Het gaat echt perfect. Dus ik ben er hartstikke blij mee. Ik kan dit dan even omdoen in sugar. En dat doe ik dan even hier zo in. Bij ingrediënten. En dan wil ik graag... wat moet ik nog meer? Ja, dan wil ik dit ook even bij ingrediënten hebben. Zo. En dat is het ongeveer. Hebben we nog meer ingrediënten die we moeten dumpen? Ja, ik heb hier nog wel een strength potion die hierin mag. Dus, oh, vuurwerk voor de win. Vuurwerk voor de win. Ik wil me bedanken voor het kijken. Vond je dit een leuk? Laat even een blauw duimpje omhoog. Deel deze video via Twitter met mij erbij gelinkt. En Dutch Stuber. Misschien krijg je wel een follow-back of een retweet. Dus laat even een blauw duimpje achter. En dan zie ik jullie de volgende keer met meer Minecraft Playthrough. Oftewel Minecraft Let's Play in de versie 1.7.4. En dan gaan wij de kamer inrichten. En misschien nog even minen in de hoop op nog meer diamantjes. Ik zeg ciao.